Jaguar heeft een grondige metamorfose doorgemaakt, want het merk dat legendarisch is geworden met zijn coupé-modellen en zijn iconische limousines, heeft zich de voorbije jaren een tikkeltje anders geprofileerd met enkele meer dan geslaagde SUV's, zoals de volledig elektrische I-Pace, de E-Pace en de F-Pace, waarmee het SUV-verhaal van de Engelsen in 2015 pas echt is begonnen. Die F-Pace kreeg in 2020 een geslaagde facelift die hem meteen ook plug-in techniek in het vooronder en het daaraan verbonden fiscaal gunsttarief opleverde. Al moet je dan wel beknibbelen op je velgmaat, want de F-Pace haalt de fiscaal cruciale uitstootgrens van 50 gram per kilometer enkel met de 19 duims velgen. Een ingreep die echt wel lonend is, want zo voorkom je een aftrekbaarheid van slechts 50% en een beduidend hoger voordeel van alle aard. De P400e vormt het enige plug-in hybride model binnen het F-Pace-gamma dat voor het overige nog bestaat uit diesels met respectievelijk 163, 204 en 300 pk. En benzinemodellen met 250 en 400 en voor het topmodel SVR zelfs 550 pk. De instapversie van de altijd vierwiel aangedreven plug-in hybride F-Pace, die enkel met 404 pk leverbaar is, kost €79.205 inclusief BTW. Kies je voor de beste uitgeruste variant, de HSE, dan betaal je €92.220. Dankzij de facelift uit 2020 kan de F-Pace uitpakken met de nieuwe grille, aangepaste lichtblokken met uitsluitend LED-technologie en een digitaal instrumentarium binnenin. En dat oogt allemaal bijzonder stijlvol, zeker in combinatie met dit, het 11,4 duim grote touchscreen dat bijzonder snel is en ook nog eens intuïtief. En dat is superhandig. Daaronder vind je de bediening van het verwarmings- en ventilatiesysteem dat gekenmerkt wordt door multifunctionele draaiknoppen. De volledig instelbare voorzetels zitten perfect en achteraan is er ook voor volwassenen meer dan voldoende been- en hoofdruimte. De voornaamste vernieuwing bij deze facelift zit, zoals daarnet al gezegd, onder de motorkap waar plug-in technologie zijn intrede heeft gemaakt. Een 2 liter viercilinder krachtbron met 300 pk krijgt er immers assistentie van een 105 kW elektromotor die ondergebracht werd in de behuizing van de achttrapsautomaat van ZF Makelij. De elektrische kracht komt uit een stevig uit de kluiten gewassen batterij van 17,1 kWh die de P400e een theoretische autonomie van 53 km oplevert, maar die ook een aardig stukje van het koffervolume wegpakt. Vooral het schuine opkantje bij het begin van de koffer kan je behoorlijk wat laadgemak kosten. In de praktijk valt het wel een beetje tegen met die autonomie. Je ziet het wel vaker gebeuren bij de plug-in hybrides. Meer dan 45 kilometer rijden in volledig elektrische modus, ja, dat is echt wel een huzarenstukje. Opladen aan een 7 kilowatt stroombron duurt zowat 2 uur. Maar ook snel laden behoort dankzij de CCS-laadaansluiting van de F-Pace eveneens tot de mogelijkheden en zal een half uurtje in beslag nemen. Thuisladen aan een normaal stopcontact kan ook en duurt 6 uur voor een volledige laadbeurt. De laadkabel die hiervoor nodig is, wordt evenwel niet standaard meegeleverd en dient als optie aangekocht te worden. Met een gemiddeld verbruik van 9,6 liter per 100 kilometer toont deze bijna 2,2 ton zware SUV zich niet bepaald een laagvlieger wat het verbruik betreft. Enkel wanneer je de overigens niet adaptieve cruise control op 110 km per uur vastzet, houd je het verbruik zelfs zonder capaciteit in de elektromotor rond de 8 liter per 100 kilometer. Met een acceleratie van 0 naar 100 km per uur in amper 5,3 seconden laat de F-Pace P400e zien dat hij op andere vlakken wel een laagvlieger kan zijn. Daar zitten zijn 404 paardjes en zijn maximaal koppel van maar liefst 640 Newtonmeter natuurlijk voor iets tussen. Toch voel je daar als inzittende eigenlijk amper iets van, want de F-Pace P400e toont zich een valse trage. Snelheid halen en houden lijkt hem amper moeite te kosten, ook niet wanneer de weg steil naar omhoog gaat. Hij vormt in combinatie met zijn permanente vierwielaandrijving dan ook een perfecte gezel om mee door de Ardennen te cruisen.
Met een mooi weggestopte draaiknop in de middenconsole bepaal je eigenlijk zelf je eigen rijstijl. En je hebt een aantal opties. Het begint met de regen, ijs, sneeuwfunctie. Dan heb je de eco-functie, de comfortfunctie en de dynamic-functie. En natuurlijk spreekt voor zich, afhankelijk van die keuze, ga je natuurlijk net iets sneller en vinniger rijden. Kies je toch voor cruisen, dan laat het roofdier echter zijn meest charmante en stille kant zien. De F-Pace toont zich bovendien niet alleen snel, maar ook best baanvast. In het wat kortere bochtenwerk voel je af en toe zijn gewicht meespelen, maar de 4x4 aandrijving compenseert dit gepast, zodat de F-Pace geen krimp geeft wanneer je hem vaardig doorheen de Ardennen stuurt. De F-Pace P400e toont zich een gulle krachtpatser die echter op het randje van de fiscale haalbaarheid balanceert. Zelfstandigen en bedrijven letten er daarom best op dat ze hem op het gepaste schoeisel zetten, want zonder 19 duimsvelgen wordt hij een fiscaal monster. Dat moet wie op zoek is naar een fiscaal vriendelijke wagen er jammer genoeg bij nemen. Maar dat neemt niet weg dat de Jaguar F-Pace indruk maakt met zijn comfort, zijn luxe en zijn cruisegevoel.